Ja, Kai, dit was een mooie wedstrijd voor je. Ja, ja zeker. 2-0 gewonnen en 2 goals gemaakt. Ik denk dat dat als spits zijn die iets is wat je graag wil. Ja. Ja, vlak voor rust en vlak na rust. Wat was nou de mooiste van de twee? Wat vond jij? Ik vond de tweede. Ben ik het wel mee eens. Ja, ik denk dat die eerste, eigenlijk is mijn aanname daar niet heel goed. Dus technisch gezien is die tweede denk ik ook een mooiere goal. Ja, want beschrijf zo'n doelpunt dus. Hè. Je wordt Joel Azoro, die kopt die bal door. Je krijgt die bal dan. En wat dan? Ja, hij valt precies in mijn loop. En op dat moment ben je in de 16. En dan is het eigenlijk maar één gedachte. En dat is schieten. En dan is het gewoon probeer die bal op de juiste plek te raken en hem in het doel te schieten. En ik denk dat ik hem perfect raak en hij valt binnenkant paal hard erin. En dat zijn wel de lekkerste goals om te maken. Ja. En dan loop je richting de hoekvlag. En dan ga je even boksen met de hoekvlag, zag ik. Ja, ik had aan Daniel van Kaan beloofd in de rust dat ik zoiets zou doen als ik er nog één maakte. Want wij zijn allebei ook fanatiek UFC-volgers. Vannacht was een groot UFC-event, dus vanochtend hadden we daar al veel contact over de wedstrijden en over wie had gewonnen. Dus ik zei van, ik doe wel even iets boxing-achtigs als ik nog eentje scoor, dus daarom. Ja, want voor de wedstrijd, laat ik zo zeggen afgelopen woensdag, je liet geblesseerd van het veld, last van je schouder zag ik. Heb je daar nog veel last van gehad? Nee, vandaag niet eigenlijk. De afgelopen dagen best wel. Maar het is niks nieuws voor mij. Ik heb het vaker gehad en ik weet wat voor reactie daarop komt op mijn lichaam. Ik weet ook hoeveel tijd ik er ongeveer voor nodig heb om te herstellen. En toen ik eraf ging had ik dus ook wel al een positief gevoel dat ik deze pot wel gewoon zou halen. Maar natuurlijk is het wel weer even schrikken en vervelend omdat je niet uit je flow gehaald wil worden. Eigenlijk vanochtend voelde het voor het eerst weer echt goed aan en ik heb er helemaal geen last van gehad. En dan scoor je 2 keer en dan win je met 2-0. Ja, beter kan dat niet. Nee, is wel top inderdaad. Dus je bent op het moment dat het gebeurt nog even bang dat deze wedstrijd bijvoorbeeld in gevaar komt. Of dat je even uit je flow getrokken wordt. Maar gelukkig was dat niet het geval.